laat nu even zien hoe je de eerste keer laat draaien, de cursist. Het klemgebruik heb ik ook al uitgelegd. Ja. Dus zo trekken of met je andere voet trekken maakt niet uit. Ja, zie je? Altijd trekken, dus nooit proberen hem er zo in één keer in te doen. Maar er moet iets aan getrokken worden, want als je hier aan trekt, ja, en erop duwt, dan gaan die klemmetjes open. Ja? Ik geef nu de touw aan de instructeur. Ja? ASM is instructeur. Ja, zeg maar in. Ja, okay. De eerste keren doe ik het zonder dat ik het touw een schoot in handen heb. Ja? Ik ga opschuiven, dat ding daar neerleggen en ik ga op mijn knieën zitten. Voor ik de boot laat draaien, is hetzelfde als met een fiets of met een auto. Je draait niet zomaar, want als er daar een boot vaart, dan knal ik zo tegen die boot aan. Ja? Dus ik kijk goed om me heen, 360 graden, is er nergens een boot, dan kan ik gaan draaien. Ja? Dan moet ik ook weten waar ik naartoe moet. Ja? Dus ik laat de boot draaien en ik moet naar die groene boom daar. Ja? Dus ik ga draaien tot ik de groene boom zie. En ik blijf hier zitten op mijn knieën. Gaat de boot helemaal schuin, dan val ik hier tegenaan. Ja? Maar ik zit hier stabiel. Ja? Nou, ik heb gekeken. Dan vraag ik klaar om te wenden. Ja, wat er dan met de fok en zo het voorste zeil moet gebeuren, dat brengen we later in beeld. Maar ik ga draaien en dan doe jij naar de andere kant. Ja? Oké, hup, daar gaat hij. Ja? Dan doen we naar de andere kant. Ja. Hou vast. Ja. Oké, ik blijf draaien. Daar is de groene boom. Dan ga ik recht op de groene boom af. Ik blijf op die groene boom afsturen. Ja? Nu ga ik staan. Ik kan dat ding meenemen naar boven. Achter mijn rug overpakken. Blijf op de groene boom sturen. Ja? En nu ga ik hem support geven met mijn andere hand. Zodat ik de stick eraf kan halen. En dan kan ik hier weer gaan zitten. Dicht bij de klem. En dan ga ik naar voren en dan krijg ik, ja, is goed. Ja, dan heb ik het touw weer even. Ja? En dan heb ik ook al weer mijn stok voor me gehad. Klaar om te wenden? Ja. Laatste keer. Dus ik schuif eerst op om naar achteren te kunnen leggen. En dan ga ik weer iets naar achteren, want hier vandaan is het wat moeilijk. Ja? Dus nogmaals, die hand zit niet vast op één punt, maar die glijdt heen en weer. Ja? Dus dan weet je achteren, hup, vastleggen. Klaar om te wenden? Ja. Ree. Klaar om te wenden? Ja. Ik schuif nu mijn hand al op. Hè. Dat is ook belangrijk dat ik niet zo blijf sturen. Want ik heb pijn in mijn schouder, er is nergens voor nodig. Nu heb ik de volle lengte niet nodig, dus goed genoeg. Ja? En nu ga ik er onderdoor. Ja, dat blokkeer. Ding aan de andere kant. Kijken. Snel overpakken. Zitten. Pakken. En weer voor je. Ja? Klaar om te wenden? Ja. Kijken en sturen blijven.